Goedenavond, dames en heren van Klagemauer TV. Vandaag met een actueel thema. Voor de Europese politici schijnt al vast te staan wie de schuldigen zijn voor het neerstorten van de Maleise Boeing in Oost-Oekraïne met 300 doden. Dus voordat experts het voorval goed konden ophelderen. De aanklacht tegen de separatisten en Rusland is evenwel tot op heden niet gebaseerd op harde feiten, maar alleen op vage vermoedens en speculaties. Ondertussen wordt er al geroepen om pijnlijke economische sancties tegen Rusland. Rusland, van zijn kant, heeft het Westen aangemaand tot nuchter waarheidsonderzoek over de oorzaak van het neerstorten van de MH17 en om de volgende 10 vragen te beantwoorden. Ten eerste, waarom heeft vlucht MH17 de internationale vliegroute kort voor de catastrofe verlaten? Ten tweede, was het verlaten van de vliegroute een navigatiefout of volgde de crew de instructies van de Oekraïense luchtvaartcontrole in Dnipropetrovsk op? De afwijking naar de linkerkant van de internationale route bedroeg kort voor het neerschieten 14 kilometer. Ten derde, waarom werden in Oost-Oekraïne, wat gedeeltelijk door het Oekraïense leger wordt gecontroleerd, een groot aantal luchtverdedigingssystemen gestationeerd? Hoewel de separatisten geen vliegtuigen hebben. Waarvoor worden zulke systemen dan gebruikt? Ten vierde, waarom stationeerde het Oekraïense leger aan de randen van het door haar gecontroleerde gebied kort voor de tragedie zogenaamde BUC-wapensystemen? Ter toelichting, een BUC-systeem bestaat uit mobiele radar- en commando-inrichtingen, evenals uit mobiele lanceerinrichtingen, met ieder 4 raketten. Russische luchtopnames bewijzen verdachte verschuivingen van zulke wapensystemen, kort voor de catastrofe. Ten vijfde, op de dag van de crash versterkte Kiev de activiteit van zogenaamde Kupol M19S18 radarsystemen. Dat zijn sleutelcomponenten van de BUC-raketwerpers. Waarom? Ten zesde, wat zocht een Oekraïense militair straalvliegtuig op een route die gereserveerd is voor civiele vluchten? Ten zevende, waarom naderde de militaire straaljager kort voor de catastrofe het passagiersvliegtuig tot op 3,5 kilometer? De Oekraïense Su-25 gevechtsvliegtuigen zijn standaard uitgerust met R-60 air-to-air raketten die een gegarandeerde trefzekerheid hebben tot op een afstand van 5 kilometer. Ten achtste, in de westerse media circuleert een video die de zogenaamde afvoer van de BUC-rakettenwerper direct na het afschieten van het vliegtuig naar Rusland moet tonen. Maar de video toont een vrachtwagen in de straten van een stad die al sinds mei 2014 wordt gecontroleerd door het Oekraïense leger. Waar werd de rakettenwerper nu echt naartoe gebracht? Ten negende, waar staat de rakettenwerper nu? Waarom ontbreken er enkele projectielen op die rakettenwerper? Op welk tijdstip vuurde deze rakettenwerper nu de laatste maal een raket af? Ten tiende, waarom hebben officiële Amerikaanse beambten tot nu toe deze bewijzen achtergehouden, die het vermoeden doen rijzen dat de MH17 is neergeschoten door een raket van het Oekraïense leger? Exact op het tijdstip dat de Maleise jet neerstortte, vloog een satelliet van Amerika over Zuidoost-Oekraïne. Terloops opgemerkt, het was een satelliet die het lanceren van raketten met verschillend bereik kan controleren. Toeval of niet? Door deze satelliet werd exact beeldmateriaal opgenomen van het voorval. De Amerikanen moeten het nu snel gaan publiceren ter wille van de opheldering. Dames en heren, we moeten afwachten of de Oekraïense regering en de achter haar opererende Amerikaanse diensten overtuigende antwoorden kunnen geven op deze duidelijke vragen. Amerika heeft tot nu toe alleen een paar geselecteerde journalisten documenten van de geheime dienst toegespeeld bij het neerschieten van de MH17. Ze moesten toegeven dat ze een direct deelnemen van Rusland niet kunnen bewijzen. Waarom wordt zulk belangrijk bewijsmateriaal alleen aan geselecteerde journalisten gegeven en niet vrij voor de wereldopinie? En waarom gaat Amerika tot nu toe niet in op de 10 vragen van Rusland?
Weken geleden heeft KLA-TV ervoor gewaarschuwd dat het Oekraïne-conflict zich plotseling zou kunnen toespitsen door een aanval onder valse vlag. Zou het kunnen zijn dat dit nu gebeurd is bij het tragische neerstorten van de vlucht MH17? Dank u dat u onze tegenstem bij de gebeurtenissen in Oekraïne aandachtig volgt. U kunt ons ondersteunen door vrienden en bekenden opmerkzaam te maken op deze zender. Hartelijk dank.